Hey, leuk dat je weer kijkt. Ik heb de accu in de kofferbak gezet, want we gaan hem meenemen naar een locatie waar het veiliger is om dit soort dingen te doen. En dat wil ik liever niet thuis op zolder doen. Plus, daar heb ik iemand bij de hand die er nog meer verstand van heeft dan ik. Dus ik ga die accu, dit wordt dus de tweede video. We gaan hem vandaag op de pijnbank leggen. En ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Mijn naam is Jos Mark van Campingtrend en ik ben iedere dag bezig met kamperen. Op onze website campingtrend.nl kun je daar alles over vinden. En als je klaar bent met deze video, dan kun je daar even een kijkje gaan nemen. Nou, ik heb de accu inmiddels op een serieuze werkbank staan en ik ga hem eerst helemaal volladen. Nou, het heeft even geduurd, maar inmiddels is de accu helemaal vol en hij is geladen met een speciale lader van Centec voor lithium accu's. Dus hij is geladen met een eindspanning van 14,6 volt en de accu gaf net aan 14,4 volt. Bijzonder is dat hij op dit moment alweer terugloopt en dat hij nu 14,2 aangeeft. Dus uiteindelijk, maar goed. De acculader zegt dat hij vol is. We zagen de stroom omlaag gaan. Die begon bij 20 ampère, want deze kan 20 ampère laden. En eindigde ergens onder de 1 ampère. Dus we gaan hem ombouwen en belasten. Nou, inmiddels is de installatie in elkaar gezet. We hebben een stevige kabel gebruikt voor naar de omvormer. De omvormer is een 1500 watt, dus ook een Centec volgens mij. En die kan dus makkelijk dit kacheltje aansturen wat maximaal 1300 watt zal trekken. Die gaan we in eerste plaats op de helft instellen, maar ik heb iets anders ontdekt. Oh, we hebben er een smart shunt tussen gezet van Victron. Want in die smart shunt kunnen we zo meteen live zien hoe het met de accu gaat. Die hebben we natuurlijk ingesteld op deze accu. En je ziet dat de spanning van de accu nu al is gezakt weer tot 13,87 volt. Op zich nog niks aan de hand. We gaan dus in de gaten houden hoeveel stroom eruit gaat. En ik heb nog iets ontdekt. Er staat hier op die accu ook een plaatje met de gegevens van deze accu. En die wijken dus af met het plaatje in de vorige video. En dat zal ik zo meteen nog even van dichtbij laten zien. En dan hebben we het er nog even apart over. Maar nu gaan we het kacheltje aanzetten en als het goed is, dan kunnen we hem met 100 ampère in 1 uur leeg trekken. We gaan het beleven. Ik heb hier een klok staan, die kun je zien en op het moment dat ik hem aanzet en het leeg, moeten we eens een uur draaien en we kunnen hier bijhouden hoeveel spanning er dan uit is. Nou, ik moet het thuis allemaal nog even uitrekenen op een rijtje zetten. Maar aan het begin van de meting ging het allemaal een beetje mis omdat we er te veel stroom uit trokken. Uiteindelijk zijn we nu ruim 1,5 uur onderweg. En heeft de accu is afgeschakeld omdat de omvormer detecteert dat de spanning te laag wordt van de accu. Hoeveel ampère er precies uit is, dat kan ik misschien wel zien. Maar misschien ook niet. Dat kan hij helemaal niet zien. Hij heeft 71 ampère eruit getrokken. En na de laatste keer dat het misging, is er volgens de Victron 71 ampère uitgetrokken. Dat zou veel te weinig zijn. Dus iets klopt er misschien niet. Of het klopt wel, onze meter klopt wel, maar de accu is niet goed genoeg. Moet ik zeggen dat het tot nu toe niet tegenvalt. Dus wat wij gaan doen is de accu opnieuw opladen. En dan een stabiele meting doen van begin tot eind, zodat we precies weten wat er gebeurt. Nou jongens, dit is take
2 alweer, want de eerste keer dat we die accu onder lading zetten, ja, toen hebben we allerlei dingen niet zo goed gedaan. Eigenlijk te zwaar belast en ging niet eruit en kon niet bijhouden wat er precies verbruikt werd. Dus inmiddels hebben we hem opnieuw opgeladen. Hij is helemaal 100% vol geweest daar straks. En op dit moment staat er een blaaskacheltje op te draaien. En wordt daar, kan ik die optillen? Ja, deze. En wordt er zo'n 80, 88 ampère uitgetrokken. En dat zou betekenen dat hij met een uurtje en een beetje, een uur en een kwartier, zou die leeg kunnen zijn. Maar we houden het allemaal bij in de app van Victron met die shunt. En die zegt op dit moment dat we op 85% zitten. Ik moet even scherp stellen op de telefoon. Oh, ja. 85%, hij loopt snel af. En dat we 7,9 ampère eruit hebben getrokken. Nou is ermee gestopt. Er wordt geen stroom meer uitgenomen. We krijgen hem ook niet meer aan de gang. Er zit nog wel een klein beetje stroom in. 11,8 volt. En ik ga al die cijfertjes thuis even op een rijtje zetten. En dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, en ik ben weer thuis. We hebben de accu nu dus 2 keer getest. Waarvan de eerste keer is mislukt, vind ik. Omdat we een te zware ballast hadden aangesloten. De accu die klapte er een paar keer uit op zijn eigen beveiliging. En dat is in principe natuurlijk goed. De beveiliging van de accu door het BMS bij overbelasting, nou, dat werkt dus. Gisteravond hebben we, nadat we de accu helemaal hebben volgeladen, hem opnieuw aan een belasting gehangen. En zoals je zag was dat een blaaskacheltje van iets meer dan 1000 watt. En dat resulteerde in een belasting met ongeveer 88 ampère. En daarna is het een kwestie van afwachten. Nou, we begonnen zo rond 7:15 met het trekken aan die accu en ongeveer een uur later stopte de omvormer omdat de spanning te laag werd. Het is belangrijk om te weten dat een van de voordelen van een lithium accu juist is dat deze tot het einde van zijn capaciteit de spanning op niveau houdt, dus rond de 12 volt. En zodra de spanning begint af te zakken is dat een teken dat de accu aan het leeg raken is en aan het einde van zijn capaciteit zit. Nou, volgens de smart shunt van Victron hadden we op dat moment iets meer dan 91 ampère uur uit de accu gehaald. En dat is dus 9 minder dan de 100 die hierop staan. Ik zal trouwens een linkje onder deze video plaatsen, omdat zo'n smart shunt is echt onmisbaar in iedere camper volgens mij. Als voorlopige conclusie kunnen we vaststellen dat er een aantal belangrijke zaken aan deze goedkope accu schorten. Namelijk ten eerste. Bij de aflevering was deze ondeugdelijk verpakt, zoals jullie hebben kunnen zien in de vorige video. Volgens de regels die gelden voor het vervoer van lithium-accu's en die zijn wereldwijd vastgelegd, moet de verpakking aan een aantal belangrijke eisen voldoen die voorkomen dat de accu beschadigd raakt tijdens het vervoer. Nou, het is duidelijk dat deze leverancier daar niet aan voldeed. En je moet maar afwachten, als je zo'n accu dan thuis krijgt, of die dan nog wel van binnen heel is. Nou, ten tweede, er is geen duidelijke beschrijving bij de accu geleverd. Het document dat ik jullie in de vorige video toonde komt niet overeen met wat je hier op de accu ziet staan. En wat is nou de werkelijke waarde? Want als het ene niet klopt, of het andere, ja, waar zitten we dan? Nou, ten derde is er eigenlijk geen duidelijke garantieregeling. Ik heb 500 euro uitgegeven, maar als deze accu niet voldoet, heb ik werkelijk geen idee bij wie ik moet aankloppen voor herstel of voor restitutie. Nou, en ten vierde, en dat hebben we net kunnen zien, hij levert op dit moment niet de beloofde capaciteit volgens mijn metingen en dat is ronduit slecht. Maar wat nu? Nou, ik heb contact opgenomen met een Nederlandse fabrikant van LiFePO accu's, van lithium accu's. En ik heb hun gevraagd of ze mij willen helpen met het testen van deze accu. Want ik ben tenslotte ook maar gewoon een hobbyist en ik wil jullie gewoon graag voorzien van zoveel mogelijk goede informatie. Vandaar.
En ze willen me heel graag helpen en daar zal ik dan de volgende video over mijn ervaringen met deze accu opnemen. Ze hebben daar betere testapparatuur en we kunnen de accu daar aan een meetcomputer hangen, zodat ik precies aan jullie kan laten zien wat er gebeurt. Nou, als je die video niet wil missen, dan moet je even op abonneren drukken en dan moet je niet vergeten dat belletje aan te zetten, want dan krijg je een bericht van YouTube wanneer ik de volgende video weer post. Ik ga deze accu nu even opladen, want dan is die klaar voor de volgende test en die ga ik later deze week doen. Vond je dit trouwens een leuke of interessante video? Druk dan even op dat duimpje, dan weet ik ook waar ik het voor doe. Bedankt alvast en tot de volgende keer!